Vitesse speelde dinsdagavond de bekerwedstrijd tegen Odin 59. Vitesse won eenvoudig met 4-0 en bereikte hierdoor de laatste 16. Wij spraken met Vitesse-speler Thomas Buiting en Vitesse-trainer Jozef Oosting. Thomas, gefeliciteerd met de overwinning en gefeliciteerd met je doelpunten. Ja, dankjewel. Het is weer lekker om te spelen en ook te scoren. En, het belangrijkste is dat we lekker een ronde door zijn zonder blessures en zondag de laatste wedstrijd. Ja, wat vond je ervan vandaag? Ja, ik vond de eerste helft gewoon degelijk. We moesten even onze drijf vinden in de eerste 20 minuten. En toen daarna gingen we los. En de tweede helft voetbalden we niet echt goed. Maar ja, ik denk dat het belangrijkste is dat we door zijn. En ik denk als we moesten dat we de tweede helft ook wel hadden gedaan. Ze kwamen er nauwelijks aan te passen. Het verschil is toch wel groot, hè? Ja, je zag wel dat het verschil iets te groot was. Maar ook leuk voor hun dat hun ook weer ervaringrijker zijn. Dus ik denk alleen maar winnaars. Jullie spelen natuurlijk met een heel ander team, hè? Er zaten verschillende op de bank vandaag. Ja, er zijn ook een paar die rust hebben gekregen natuurlijk. En, ja, dan konden wij weer ons laten zien en degelijke overwinning. Degelijke overwinning. Hoe is de sfeer nu in de ploeg? Ja, de sfeer is nu beter natuurlijk. We hebben een moeilijke periode achter de rug met 6 niet gewonnen wedstrijden. En we hebben vorige weekend tegen Twente hebben we het goed opgepakt en vandaag ook. Dus zondag nog de laatste wedstrijd even vlammen en dan gaan we lekker de vakantie in. Of was het voor wedstrijd 4-0, had meer kunnen zijn, hè? Jawel, jawel. Nou goed, kijk, je wil graag natuurlijk, de doelstelling was om een ronde verder. Nou, dat is gelukt als je kijkt naar het resultaat. Maar als je kijkt naar het vertoonde spel, de eerste helft loop je, in de eerste 30 minuten loop je redelijk snel uit naar 2-0. Uiteindelijk de eerste helft wordt het dan 4-0. Nou, dat is in ieder geval prettig. En dat wil je graag. En dan kunnen we het publiek ook proberen te verwennen. Hè. Ik vind dat ze daar recht op hebben. De mensen die naar het stadion zijn gekomen. En de tweede helft vond ik slecht. Hoe komt dat de tweede helft slecht is? Hebben ze er geen zin in? Nou, niet zin in is een groot woord. Maar ik bedoel, kijk, je maakt in de rust wat afspraken. En dan zit het mij meer in de intensiteit waarin we kansen proberen te krijgen en dat vond ik soms, de tweede helft niet goed. En nogmaals, doelstelling is een ronde verder, laat dat duidelijk zijn. Alleen als trainer zijn, streef je altijd wel naar perfectie in die zin van dat je uiteindelijk in je manier van voetballen, dat je daarin stappen wil maken. En dat heb ik de tweede helft niet gezien. Je hebt een mooie start van dienst, gelijkspel, 2 overwinningen. Ja, nou, het zijn 3 wedstrijden. En nogmaals, tevreden mee, hè? Alleen uiteindelijk wil je graag ook wel wat meer. Meer in die zin dat je tussen die 4 lijnen dat je ook gewoon goed voetbal kunt laten zien. En in mijn beleving staat dat de tweede helft er absoluut in. Want uiteindelijk je speelt tegen nogmaals een goed georganiseerd Odin. Maar ik vind dat we daarin veel beter aan de bal hadden kunnen zijn. Met meer intensiteit aan de bal. Er waren wat jonge spelers, die kregen vandaag een kans van je. Ja. Ja, nou goed, uiteindelijk natuurlijk gun je ze dat, hè? Maar die jonge spelers hebben ook kwaliteit, hoor. Dus het is niet alleen maar dat ze hard werken, maar uiteindelijk ook dat ze bepaalde kwaliteiten hebben. En die kwaliteiten kunnen ze dus nu laten zien in een mooi groot stadion. Oké, je bent tevreden en een beetje blij, denk ik. Jawel, jawel. Zo zie ik er niet uit. Maar uiteindelijk, kijk, nogmaals, je hebt een doelstelling en die hebben we gehaald. We zitten in de volgende bekerronde. En alleen in het vertoonde spel vind ik nogmaals dat we daar stap in moeten maken.